Hallo Blake Dijon en welkom bij een nieuwe part van Far Cry 3. We gaan een tempel binnen, we zijn hier naar beneden geflikkerd. Gesprongen eigenlijk. En we gaan eens even kijken wat hier allemaal is. Eerst weten wat hier eigenlijk is. Ah, hier is nog een relic. Mooi. Zo zie je maar gewoon even iets verder lopen en je ontdekt heel veel dingen. Was hier. Ah, dat is de uitgang. Dat is de uitgang. Kun je zien op de map? Omdat er een zwart streep staat. Ik weet niet of dat hier staat. Ja. Zie je, dat is de uitgang. En dan kom je uit bij de Medusa. Dus dat kan ook. Maar daar was een waterval volgens mij. Ik vraag me nou af of dat het waterval stukje is uit de trailer. Want dan kom je uit de waterval en dan nak je gelijk iemand. Die loopt zo'n beetje door de waterval heen zelfs. Ik ben benieuwd of dat is. Maar we gaan... Is even naar binnen. In the temple of nog wat een of andere Chinese dude. Laat het ophouden. De hel zit hier raar grijs. What the fuck? Point the way to the tomb. Oh, dit is een mushroom cave dit. Als je kijkt. Oh nee. Er zijn mensen hier. Nou, ik heb 3 silenced weapons, dus ze doen hun best maar. Klimmen, vriend. Sneeuwvlakje. Ik hoor het toch echt een dude boeren, of niet? What are they doing here? Did Buck tip them off? Jump on an enemy to perform. Ja, dat weet ik ook. Oeh. Ze zijn bezig met C4. Oeh, heavy dude. Fuck. Dat is maar toch een heavy dude. Even kijken, grenades equippen. Alle 8 granaten. Ah, crap. Wacht, ik ga hem hier verstoppen, zou je dat zien? Ja, we hebben allebei een LMG, vriend. Mooi. Dat denk ik niet. Ik ga je achter in je bakken schieten, vriend. Ga jij of niet? Kom maar. Fuck jou, mooi. Opratten. Oh, die hond is ook dood. Mooi. Wat een skin animal. Ah, die ligt er doorheen. Ik dacht al, the fuck. Staff. Ik ben lui aan het looten, laat mij. Fucking hell. Get a grip. You're just looking. What the fuck? Start searching. Dat was raar. Maar ja, we moeten nog steeds die tom in van die deur. Mooi, ik krijg een granaat erbij. Meer dingen hier, nee. Hè? Maybe I should radio someone. Let them know. Find whatever that was. Wat doe jij?
Oh fuck. Mooi. Wat wou die jongen toch met zijn fucking wapen? Kut zo jongen, die ene die had dat net te snel door. Maar ik weet niet of die lui al hier hebben, body armor. Het is lang geleden dat ik dat heb gevonden. Ik heb het al een paar keer eerder gemist volgens mij, body armor, maar... Vergeet ook een keer te kopen trouwens, body armor. Maar ja. Zoals ik al zei, pech gehad, boeit niet zo heel veel. Dan gaan we dan. Oeh, mijn stem is nog steeds naar de tering, zoals je hoort. Oh, jippie, ik word gebeld, nog beter. Ik ben er zo weer. Excuses voor die korte onderbreking, waar jullie toch geen zak van merken eigenlijk. Jullie merken het ook, denk ik. Anders wordt zo weer aan elkaar geplakkerd. Ik ga dan zeggen, hoe fucking moeilijk is het nou om die dude te killen? Oh oh. Oh, maar dat heb ik ook wel. Granaten hebben, mag wel. Oh, hier, om, nom, nom, nom. Philips hier. Ja, die komt daar niet, vriend. Mooi. Zijn ze allemaal dood? Ze zijn allemaal dood. Mooi. Heel mooi. Rusty utility knife. Mooi SMG, man. Follow the cable to find another path. Oeh, de lelijke texture daar. Het valt mij echt. Dat valt op. Beetje slecht weggewerkt. Moet maar. Niks aan te doen. Vergeef het hun. Even reloaden. Deze is nog gereload. Die heeft ook nog wel een pijltje. Oké, zipline. Oei. Waar de fuck was die dude dan? Er zit echt een dude die ons ziet hier, maar... Waar die is, ik heb geen idee. Ik zou even een spuitje gaan gebruiken trouwens. Prek, ja. Zo, die jongen ligt een charmant trouwens. Hij ligt er wel een beetje dood, deze dude. Die andere ligt er nog best wel charmant. Ligt hier nog een klein beetje cash. Wauw, 9 en 16 dollar. Whoopty fucking do. Fuck me. Have a drink? Hier, ga jij maar wat drinken, jongen. Een pijl. Oké. Okay. Ah, ik wou er bovenop landen. Mooi, we hebben molotovs. Ik denk dat dit een mini boss fight wordt ofzo. Anders krijgen we niet zoveel van de game. Meestal zo, als je in de game HP krijgt, een shield en wat ammo en wapens en shit, komt er altijd een gevecht naar die tijd. Meestal wordt het een moeilijker gevecht dan wat je normaal hebt gehad. Dat meen ik serieus. Oeh, hot water. Zijn jullie allemaal doodgaan door het warm water? Is toch wat? That looks like acid. Definitely not going in there. Ah, daar zijn die twee. Daarheen en daarheen. Gezellig. Ah, die lui hebben een body armor tegenwoordig. Dat is het kutte eraan, ze hebben een body armor. Dus ga je niet zo snel mee dood. Nee! Oh, blijkbaar wel. Spring gewoon naar beneden, jongen, lamzak. Boeit dat nou? Verder echt niks aan, nee. Oké. Ga nou weg bij dit ding. Wauw,
Wil jij voor trampoline sprong op de grond aan doen dan? Zo spring je op de trampoline. Maar niet in fucking zure shit. Nou, de kogels lossen nog niet op. Valt mij. Ik schuis erop, schiet dikke explosie naar. Oh, hallo. Warm waterbron. Het is mij persoonlijk ook wel net iets te warm. Ik zo kijk hoe het zo mooi beweegt en omhoog spuit. Nee. Mooi, nog een grenade erbij. Oké, okay, pakken we even met prikje. Dan zou hij de medkit op moeten pakken, maar dat doet hij weer niet. Oké, okay, doet hij nou wel. Ik weet niet wat hij wil, volgens mij. Oeh, warm, stromend water. Leuk, leuk. Zie? Een soort van mini boss fight met belachelijk veel mensen. Wel een drukke bedoeling, hè? Auw. Overgatten jij. Was dat het? Hij is helemaal dood. Overgatten jij, onze puttenbron. Waarom kan ik daar naartoe? Wat is hier te beleven? Niks volgens mij. Nou, hoe vet over de bron heen. Het is wel vet op zich, dat wel. En die warmtebronnen hier. Het is ook wel een beetje apart, dat wel. Maar... Oh, we springen daar wel even in. Hop, hop, hop. Wow! Nice. Cross the hot water. Die jongen die staat mij toch te trippen daar, jongen. Ik pak eerst die deur met die fles, weet je waarom? Omdat af en toe die deur in de fik vliegt. Ik denk dat is wel handig, want dan neemt hij die andere twee mee. Maar dat doen ze maar af en toe niet altijd. Zoals nu deed hij het ook. Helaas. Wat is nou het probleem dan? Je kunt hier gewoon langslopen. Wat doet iedereen nou moeilijk in deze game dan? Je kunt er gewoon langslopen. Niks aan de hand. Nou, laten we maar gaan klimmen dan. Kom op, move it. Hey, ik hoor iemand praten. Maar ik ga eerst bodies looten. Nee, geef hem mijn scudder terug, kutting. Het is altijd fucked up met die wapens, jongen, bij die lijken. Pakt altijd het verkeerde ding. Dan wil je body loot en dan pak je het wapen. Maar die wil ik helemaal niet. Kijk, dat bedoel ik. Dat doen ze meestal. Het is een mooi voorbeeld van wat ze normaal altijd doen. That nice mine. Oh, we zijn er al, mooi. Same door as last time. Aha, weer dat kompas ding erin. Wel ziek trouwens dat ze dat toen hebben kunnen maken. Dat is het allemaal effectief, maar als je bent naar gaat denken op zich is wel vet. Let me in! Hallo. Heinrich. Open sesame. Heinrich is een beetje moe.
Wow, this place is huge. Whoa! Chic shit. Ah, dat is een chick. En daar hebben we twee boobies, dus ik ga eruit van chick. En anders is het een dude met man boobs. Dat zou ook kunnen. Bridge is toast. Gotta be another way. Oh ja, is de brug kapot? Merk er niks van. Oh, dat is iets te veel lading. Maar als een koning red ik mij hier natuurlijk weer uit. It smells like sulfur. That or I have really bad BO. Ja, moet maar eens even gaan douchen. Auw. Gewoon doorrennen, jongen. Niet janken of zwaven. Hé, wat is nou een beetje zwavel op zijn tijd? Niks. Is heel gezond voor de mens. Vooral voor hele domme mensen en verkrachters en moordenaars en dergelijke is het heel goed om af en toe een keer zo'n bad te nemen. Het is echt zo'n sneaky sneaky pad waar ik wil gaan springen, maar dat moeten we niet doen. Dan hebben we een probleem. Ah, via de moeilijke weg. Nee, dat denk ik ook niet. Wow, dit is wel ziek shit. Waarom is dit allemaal zo raar wit verlicht? Hell game. Ik hoor een Komodo Dragon. Maar ik zie de Komodo Dragon niet. Dit ziet eruit als een deur. Zie je dat? Qua lijn? Is dat een deur? Dan zit de Komodo Dragon zit erachter. Nee, ik heb geen idee. We gaan er nu achter komen. Daar gaan we. Draaien. Likken. En opeten. Of zoiets. Als het hele ding schuift naar achteren, dat zou nog kunnen, ja. Dat is wel een deur. Kijk maar hoe die lijn loopt. Protection. Open the sarcophagus and pick up the knife and the dagger. Okay. Bring it, biatch. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Hij bloedt dood, zie je dat? Daar heb ik even bloed bij. Ah, Steph. Genoeg gehad van je. Zullen we nog even skinnen natuurlijk voor wat cash. Altijd handig. Oh nee, een Komodo Dragon. Och nee, nog één. Wauw. Dat was extreem moeilijk. What the hell? Hé, hey, er mist een stuk texture. Nee, veel eigenlijk. Is gewoon niet opgevuld. Dat is een beetje dom. Maar ja, dat vergeef ik hem wel. Het is zo'n grote wereld om daar alles perfect in te doen. Dat gaat niet werken. Dat is ook gewoon een lastige klus. Waarom is alles hier nog zo motherfucking wit? De hel is hier aan de hand. Ah, werkt dat niet. Oké, kan er maar één ding helpen. Oké, dat helpt niet. Oh! Oh my fucking god. Lekker opgelet. Ja, dat dacht ik. Ik dacht al, was dat die marker eigenlijk, maar dat is deze kant op. We waren al lang bij dat ding. Ik ben er voorbij gelopen. Keihard ook. There you are. Mooi. We hebben hem, de dagger. Oh, run! Nou, daarom is hij zo wit, omdat hij lekker warm wordt. Oh fuck. Kruipen. Kruipen, kruipen, sneller, 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 Jason. Nee, sneller. Ha, dat was mijn vet. Daarom was het zo wit, omdat het rood werd vanzelf. Dat was ziek. Dat was ziek shit, jongen. Dat was echt nice. Hey, Buck. Not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? Yeah. I have the knife coming. Maybe in my place. Okay. Unhappy reunion.
Dat is nou de missie. Wedden dat die ene dude dood is. Dat Buck hem gewoon vermoord heeft. Oh, dat is oorlog. Mooi. En dat is als het goed is in Bad Town dinges. Yep, daar gint. Maar geef ze hier naar links om even die treasure. Treasure, Philip! I know, Terrence! Oh crap. Langzaam. Oh, wat gelijk man van die berg af. Hey, I could use some backup here. Oh, backup voor wat? Fuck me! Fuck af jongen, dat op. Laat die lui met rust, ze doen helemaal niks. I have to talk to you. Wat moet jij? Met je grote mond, jongen. Hey, I'm over here. Ja, dat zie ik ook. Thank God you showed up. Oh, ik krijg geld van jou. Dankjewel, heb je misschien nog meer? Oh, er is er nog één. Fuck af, dude. Oh, daar is die meneer. Oh, nee. Damn. Heb jij cash bij je? $200 was niet genoeg, jongen, voor die ene dude killen. Mooi, een dollar. Wauw. Een blue pokerchip en $3. Je hebt me echt al je geld gegeven, of niet dan? Arme jongen. Ze hebben echt al hun geld aan mij gegeven en dan nog kill ik ze. Oh, zielig. Heb jij misschien meer geld? Ook een dollar. Fucking hell. Die rode dude hier dan, die ik heb vermoord voor jullie. Wat er die bij zich. Wauw, $7. Die rode lui zijn rijker dan de blauwe lui. Weer wat geleerd. Nou, sorry dan hè meneer, sorry. Sorry. Excuse me. Maar we gaan naar Buck toe. In de volgende part. En dan gaan we Gordon Ramsay redden, onze vriend. Dus, laters.